Zo'n 1000 huishoudens in Rotterdam-Vreewijk zijn vandaag getroffen door een stroomstoring. De storing begon iets na 8 uur in de ochtend en was vlak voor 10 uur weer opgelost. Volgens netbeheerder Stedin is de storing ontstaan in 6 zogeheten middenspanningstations. Bij de Esso-raffinaderij in het Botlekgebied heeft vanochtend brand gewoed. Rond 7:15 was er een explosie te horen. Volgens Esso ging het om een brand in een zogenaamde ontzwavelingsunit. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen en er zijn ook geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In een sloopwoning op het terrein van het voormalige tuincentrum Staalduinse Bos in Ridderkerk heeft gistermiddag brand gewoed. Die brak iets na 2 uur uit in het dak van de leegstaande woning. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur mogelijk aangestoken. In het verleden is er al meerdere keren brand geweest in het pand in Ridderkerk.